Dit ben ik. Ik denk dat ik een jaar of 5 ben. En dit is mijn nichtje Mirjam. Met haar deelde ik lief en leed. En dit ben ik ook, samen met mijn vader. Toen al wist ik het zeker. Ik word journalist. Na de middelbare school ga ik naar de filmacademie. Daarna word ik verslaggever bij Vermist. In het land, Deborah, waar zit je en waarom ben je daar? Dus ik sta voor het huis van Ruud Kok. Je staat voor het huis nu van Ruud Kok, maar je weet zeker dat dit het goede... Ik maak televisieprogramma's voor verschillende omroepen en vanaf 2007 ook voor de Joodse omroep. Iedere woensdagavond repeteert Kol Gadash hier. Voor één van die programma's kom ik in aanraking met het Nederlands Auschwitz-comité. In november 2010 reis ik voor een reportage met het comité mee naar Polen. Ik heb geen duidelijke verwachtingen van de reis. Ik ben een onafhankelijke verslaggever. En zoals zo vaak zal ik wel zien wat er gebeurt. Alles goed? Alles goed. Maar toch is dat niet het hele verhaal. Of ik het wil of niet, ik ben ook betrokkenen. Ook mijn familie is verdwenen in de kampen in het oosten. Toch ben ik vastbesloten deze reis als objectieve verslaggever te maken. Vanochtend zijn we bij elkaar gekomen op Schiphol. Kan je daar iets over vertellen? Hoe gaat dat in de loop van de tijd, in de loop van de dagen? Je bent bij de kennismaking middag geweest. En toen heb ik gezegd van... wij gaan weg naar een grote groep vreemden. En kom terug als een groep vrienden, soms zelfs familie. En toen heb ik ook gezegd, wij Joden zouden zeggen, je mond zal koekjes eten. Maar ik heb altijd gelijk. Het is dus na 1 of 2 dagen, zie je zo'n hele groep met elkaar vermengen. Verdriet delen, hè? Dus niet de partner met de partner, maar bij anderen. Arm om de schouder heen van iemand die je net hebt ontmoet. En zo zie je elke dag meer de verbondenheid. Want je deelt iets met elkaar, een ervaring voor je leven, die je niet meer opnieuw zult meemaken. Je hebt ook een rabbijn bij je. Hoe is dat ontstaan? Ah, nee, nou, dat is ook ontstaan aan heel in het begin al, een rabbijn. En toen ging zo'n reis eigenlijk, de meeste die er mee gingen, was eigenlijk een grootste groep waren Joden. En dan vooral om de gebeden te zeggen, Kaddish en Yizkor gingen een rabbijn mee. En dat is in de loop der jaren gegroeid, want het had natuurlijk ook wel een beschermd iets waar je, als je wat had, je probleem kwijt kon of je verdriet kwijt kon. Of als je bij het kaddi zeggen de namen niet kunt lezen van de namen die je wil zeggen, dat de rabbijn dat overneemt. Maar dat doen dus nu ook anderen. Tijdens zo'n reis, als iemand stokt en zegt, ik kan niet verder de namen noemen, dat er altijd wel iemand is die zegt, geef maar, ik doe het lezend voor je. Dat is heel, heel, heel fantastisch. De eerste dag al kom ik bijzondere mensen tegen. Allemaal hebben ze hun eigen reden om deze reis te maken. Tante Leen bijvoorbeeld, die trouw ieder jaar weer moed verzamelt om terug te gaan naar de plek waar haar jeugd is verwoest. En Siegfried, die zijn gevoel verstopt achter sarcasme. Pas aan het einde van de reis laat hij zijn verdriet zien. Of Filip en Bert, vader en zoon die samen op zoek gaan naar... ja, naar wat eigenlijk? We zijn nog vreemden van elkaar en weten niet wat de reis ons gaat brengen. We zitten gewoon te wachten tot een auto is komen. Ja, dat is uit 17. Zijn we er nog? Als de bus de bestemming nadert en Jacques Grishaver zijn verhaal doet, begin ik me te realiseren waar ik aan begonnen ben. We naderen nu Auschwitz. We gaan de brug over en als u links en rechts kijkt, ziet u dus de spooremplacementen van wat toen heette Auschwitz, nu Auschwitz, nog in de oorspronkelijke staat, zowel links als rechts. Eerlijk gezegd had ik toch een andere voorstelling van deze beladen locatie. Ik zie geen serene plek om te herdenken. Ik zie een industrie, gelegen in een Pools arbeidersstadje.
En de entree doet me meer denken aan de ingang van een pretpark. Het komt me absurd voor. Het voormalige concentratiekamp is veranderd in een Poolse inkomstenbron. Met cafés, hotels en betaald parkeren. De mensen die na afloop van hun bezoek aan het museum gaan eten bij de patatkraam. Kun je hier ook een patatje oorlog bestellen? Meer dan 1 miljoen mensen per jaar bezoeken het Auschwitz Museum. Dat is gelegen op het terrein van Auschwitz I. De systematische vernietiging vond niet hier plaats, maar in Auschwitz II, oftewel Birkenau, een paar kilometer verderop. Toch is het Auschwitz I dat is uitgegroeid tot het symbool van de Shoah. Onze groep deelnemers is zeer gemengd en Jacques heeft gelijk. Ik zie vriendschappen ontstaan. Kinderen die niet met hun ouders kunnen praten, vinden een luisterend oor bij een ander. En omgekeerd. Aan het einde van de dag komt de groep weer bijeen. Gezamenlijk wordt er een herdenkingsdienst gehouden. Volgens de Joodse traditie worden bij zo'n gelegenheid de namen van vermoorde familieleden genoemd, om ze te herinneren, in leven te houden. Ieder jaar houden we hier in het Israëlisch paviljoen de herdenking. We zullen de namen noemen van degene die in Auschwitz-Birkenau zijn vermoord. Jonge zusje van Meijer Engelander, vader van Nico, Yvonne en Max. Zaak Benima, broer van mijn vader. Voor alle familieleden van de familie Benima. Frederica Engers, ook van mijn vaders familie. Voor alle familieleden van de familie Engers. Emmanuel van Praag, neefje van mijn moeder. Voor alle familieleden van de familie van Praag. Clara Sarah Wertheim Justus. Bertha Stern Justus. Met 3 kinderen. Allerlei direct vermoord. Familie Mok Herrera, familie Dinsdag Herrera, familie Kesnar. En de rest is voor schade. En ondanks dat ik me heb voorgenomen om objectief te blijven, gaat dit nu absoluut niet meer op. Ook ik heb hier de plicht om de namen van mijn familieleden te noemen. Maar het lukt me niet. Ik kan geen woord uitbrengen. Namens Deborah, Alexander Waterman, Mietje Waterman, Abraham Viskoper, Rachel Viskoper, Catharina Viskoper, Jeannette Viskoper, Alexander Copé, Salomon Copé. Ik kan me dus heel goed voorstellen wat er met jou gebeurde. Toen je die namen moest lezen en het niet lukte. Maar ik heb er geen verklaring voor. Maar dat je dicht sloeg. Ja, we hebben daar van tevoren ook voor gewaarschuwd dat dat kan. En dat is het fijne van de reis. Er is altijd een hand op je schouders die dan voor jou die namen noemen overneemt. En misschien is het een tweede of een derde keer lukt het je wel. Het is een diepe verdriet. Wat je hebt en wat je niet hebt. Wat je wel hebt, maar nu helemaal tot uiting komt natuurlijk. Voor de mensen die je hebt verloren, die je niet kent, toch heel diep verdriet. En dat komt natuurlijk gewoon van je geschiedenis, van je achtergrond, wat er je verteld is en het verdriet wat je ook hebt gezien. Catharina Viskoper, Catharina Viskoper, Jeannette Viskoper, Jeannette Viskoper, Alexander Koper, Alexander Koper. Ik kan er niet meer omheen. Hier in Polen word ik met de neus op de feiten gedrukt en lukt het me niet meer
om de objectieve verslaggever te blijven. Maar dan de volgende dag. Een drangek in die ene gaskamer van Auschwitz 1. Notabene versierd met bloemen. Waarom maken mensen deze reis eigenlijk? Als ik daar een antwoord op vind, krijg ik misschien ook wel antwoord op die andere belangrijke vraag. Waarom ik deze reis maak? 2 jaar geleden ben ik gegaan en toen heb ik eigenlijk alles als uit de verte ervaren. En thuis is het langzaam maar zeker is het bij me gekomen en tot me doorgedrongen. En kon ik eigenlijk niks mee, ik kon het helemaal niet verwerken enzovoorts. En ik wilde een tweede keer, dat heb ik een jaar geleden beslist. En vanaf die tijd ben ik me rustiger gaan voelen. Om toch mijn familie, ja, zeg maar, toch nog beter te herdenken, zeg maar. Dat ik het nog beter een plaatsje voor mijn eigen kan geven. Ik wilde gewoon zien waar hun laatste plaats hebben, ja, zeg maar, waar ze als laatst geweest zijn voordat ze dus vergast werden, zeg maar. Dus, en daar heb ik dan, ja, niet vrede, dat heb je nooit, maar dan kan ik het een betere plaatsje geven. Ik moet afscheid nemen van mijn grootmoeder en mijn tante en haar kinderen en haar man die ik nooit gekend heb. En dat is iets waar ik gisteren eigenlijk ontzettend, ja, een heel raar woord, maar heel blij van ben geworden dat ik dat gedaan heb. Ik vond het een prachtige herdenkingsdienst gehad. Warm. En dat was voor mij een soort afsluiting. Ik denk de komende tijd, en ik weet niet hoe lang dat duurt, wordt het voor mij heel moeilijk om erover te praten met mensen. Echt. En zelfs zou ik het willen met mijn moeder. Nee. Ik niet. Maar ook zij kan er niet over praten, denk ik. Want als ik praat, weet je, dan wil ze me steunen. Maar dan kan ze zelf ook niet, ze kan het gewoon niet. Ik ben de eerste en de enige van de familie die hier is geweest. Die dus eigenlijk afscheid heeft kunnen nemen. Ik kan wegzinken in een soortement van dagdroom. En dan zie ik bijvoorbeeld in mijn gedachten mijn grootmoeder en mijn grootvader. Maar vooral mijn grootmoeder als een vrouw van toen de tijd, een vrouw van tegen de 60. En die moesten zich uitkleden. En die moesten naakt de gaskamers in. Ik bedoel, dat is toch, op de eerste plaats is het al zeer gênant. Dat is toch vreselijk. En dan werden ze volgepropt en in elkaar gedouwd dat ze er allemaal in zaten. En dan kwamen die blikken Cyclone B naar beneden. Ik bedoel, ik heb mijn grootmoeder nooit gekend. Alleen van heel weinig foto's, 2-3 foto's die ervan er zijn. En van mijn opa is er maar 1 foto. Maar toch zie ik ze dan voor me. Ze zullen het wel niet echt zijn, maar ik zie ze voor me. Dat soort dingen, het is een soort, nou, misschien is het een soort gekte, weet je veel, weet je wel. Kun je iets afsluiten? Nee, absoluut niet. Dat weet ik nu al. Ja, want maandag zou ik dan moeten werken, maar dat wordt sowieso al niets. Ik ben sowieso al iemand die dingen gewoon moet verwerken. En bijvoorbeeld ook met slaap hier, ik slaap gemiddeld 2-3 uurtjes per nacht. Terwijl ik dat, ja, dat het maal door, weet je, dat kan ik gewoon niet uit mijn hoofd zetten, echt niet. En dat maakt het. Kijk, je wil wel slapen, alleen het blijft zij doormalen. En vooral als je dan ook vandaag, wat ik dus gezien heb, dat laatste. Ja, sorry. Dat heb ik echt zoiets van. Daar staan beesten in, weet je? Hoe kun je daar mensen in doen?
Wees zachtig. Nou, ik dank in ieder geval jou hiervoor, want ik, eerlijk gezegd, voel ik me weer een stuk rustiger. Ja, gek is dat. Ja, nou, het is zo. Ja, nee, het is nou helemaal zo. Het is zo. Het brengt me van mijn stuk. De oprechtheid van de deelnemers die hun verhaal zo openhartig met me delen. En hoewel de verhalen verschillen, herken ik er een hoop in. Het niet erover kunnen praten. Het zoeken naar antwoorden. Het afscheid willen nemen van familie die je nooit hebt gekend. Zelf ben ik de eerste van mijn familie die na 1945 Polen bezoekt. De eerste met een retourtje op zak. Ook bij ons wordt nauwelijks gepraat over de vermoorde ooms, tantes, neefjes en nichtjes. Van mijn oma weet ik weinig. Ze stierf ver voor mijn geboorte. Wat ik wel weet is dat haar vader, 6 broers en zusters en talloze van haar neefjes en nichtjes zijn vermoord. Bijna allemaal in een van de Poolse kampen die we deze week bezoeken. Vanaf de herdenking in Auschwitz probeer ik de rol van buitenstaander, van maker terug te vinden. Het lukt me niet. Zeker niet in Birkenau. Oftewel Auschwitz II. Het is hier waar de massale vernietiging heeft plaatsgevonden. En het valt me op dat deze locatie veel minder commercieel wordt uitgebuit. In Majdanek bijvoorbeeld zie ik hoe de stad riant uitzicht heeft op het kamp. De bevolking zal ongetwijfeld hebben weggekeken, maar niemand kan met goed fatsoen volhouden niet te weten wat zich hier afspeelde. Samen met Jack doe ik wat ik vooraf niet voor mogelijk hield. Ik loop een gaskamer in. Ik wil niet, maar hij zegt: kom op meid. Samen lopen we erin, maar wij lopen er samen ook weer uit. Ruim 1700 kilometer zitten we met elkaar in de bus. En zo wordt in 6 dagen tijd een tocht afgelegd over slechte wegen die naar het einde van de wereld lijken te leiden. De laatste dag bezoeken we Sobibor. Urenlang rijden we richting Wit-Rusland. En tijdens die rit komen we niemand tegen. Het lijkt alsof er geen einde aankomt. Ik realiseer me dat ontsnappen gewoonweg niet mogelijk was voor de meer dan 170.000 mensen die hierheen gedeporteerd werden. Nou, hier staan we dus op het perron, waar de treinen dus aankwamen en heel snel uitgeladen. Zo snel mogelijk met zweepslagen, weet je veel allemaal. En dan met een eraf en dan het kamp hier zo in. En dan zogenaamd aan het einde waar we straks komen, bij de heuvel, moesten ze doorlopen om te douchen. En dat waren dan de gaskamers. En kom op, je moet nog de krant vooraan lopen. Nee. Nee. Doen jullie het samen? Ja, doen jullie het samen. Ja. Hé? Hé. Oh ja. Ja. Maar dan wel. Ja.
Je bent een beetje mijn moeder. Hey, Nanny. Hey. Rebecca, leider van Amstel Philips. Marianne, leider van Amstel Salomons. Esther, leider van Amstel Worms. Hendrika, leider van Amstel. Rijntje Oudkerk, vrouwtje Oudkerk. En twee van hun kinderen, Moses Ensel en Reina Ensel. Later Salomon van Gelder is zijn boeker. De moeder van mijn moeder, Pauline van Gelder-Berman. En haar moeder. Clara Bobbe. Haar broer Betsy Bobbe. Jannie Bobbe. Harry van der Sluis. En op mijn vader na de hele familie van Magdeburg vermoord. Hier. De rest van de reis houd ik mezelf staande door veel details niet op te slaan. Door me af te sluiten voor wat ik zie. En ik ben blij als ik na een week mijn oude leventje weer kan oppakken. Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Vaak denk ik aan de gesprekken die ik met de anderen heb gehad. En ik vraag me af of zij er ook zo mee worstelen. Op de Joodse begraafplaats in Haarlem heb ik een afspraak met Bert van Schaik, de beheerder. Hij is een van mijn medereizigers die de reis, samen met zijn zoon Filip, durfde te maken. Diep in mijn hart ben ik daar een beetje jaloers op. Ja, ik weet het niet. Ik kan het niet verwerken. Maar het is ook niet te vatten. Deze ontzettende narigheid is niet te vatten. Maar je bent niet nog een keer meegegaan. Ik ga misschien toch nog een keer mee. En dan neem ik een van mijn twee andere jongens mee. Ik heb drie zonen, waarvan Filip hier zit. En degene die mee wil, die kan daar mee. Als ze allebei tegelijk mee willen, is ook helemaal geen punt aan allebei tegelijk. Want ik vind het gewoon belangrijk. Ik kan ze niet vertellen. Ik ben niet bij machten om hun te vertellen wat ik voel. Dat kan ik niet. Ik kan best voor mijn gevoelens uitkomen, maar dan voor andere soorten gevoelens. Maar voor dit, wat zo ontzettend diep geworteld ligt, al jaren en jaren en jaren vanaf mijn geboorte. Ik kan dat niet overbrengen op mijn kinderen. Maar ik kan ze wel bijvoorbeeld meenemen naar de reis naar Polen, naar de vernietigingskampen. En ze op die manier iets laten meemaken. Eigenlijk zeg je dus, ik hoef het ze dan niet te vertellen. Juist, dat is misschien toch wel, het is misschien toch laf enigszins. Maar, ja, dat weet ik niet. Maar misschien is het zelfbescherming. En ik breng een bezoek aan Jack. Een man in de leeftijd van mijn vader. Met hem heb ik tijdens de reis veel gedeeld. Daar zijn we dan. Was wat? Hi. Ik moet naar Auschwitz. En dat is een, ja, dat al ook 120, dat vergeet ik niet meer. Dat was een unieke belevenis. Mede dankzij jou. En een aantal andere mensen, maar daar kwam ik iets tegen wat ik niet kende, wat ik ook niet wilde kennen, waar ik moeite mee had, waar haat en verdriet en alles samenkwam. Nou, dat was niet de enige. Nee. Dat was niet de enige. Waar de waanzin naar boven kwam, waar je zag dat de Polen hun moestuintje naast, in Majdanek, naast het hek hadden. En dat eigenlijk Majdanek weg willen hebben, want ze hadden een groot moestuintje. Dat moestuintje moest weg, precies. Zonder al die, maar goed. En de ramen moesten dicht voor de as. Ja. En die waanzin en die discrepantie in wat mensen kunnen en doen en zeggen.
Ja, dat heeft al onwaarschijnlijk ingehakt. Wat mij het meeste bijbleef was dat jij zei... ik ben hier om afscheid te nemen. Ik ben hier om afscheid te nemen van mijn oma. En een deel van mijn familie. En ik ben de eerste van de familie die hier is. Ja. En als je naar terugkijkt, heb jij nou afscheid kunnen nemen? Nee, dat was... nee, absoluut niet. Het is een begin geweest. Omdat ik eigenlijk, nou wat ik je net zei, ik kon er niet over praten thuis. En in alle eerlijkheid, ik heb er ook niet zoveel moeite voor gedaan. Jij roept de hele tijd, ik kan er niet over praten. Maar tegen mij, op dat moment echt een volledig vreemde. We kenden elkaar net 2 dagen. Juist. Kon jij dat hele verhaal gewoon? Dat ik echt dacht van... Juist. Dat kan ik wel. Dat kan ik wel. Het helpt mij om erover te praten. Want jij het helpt hebt mij zelfs, om erover te denken. Hij heeft mij bedankt nadat wij een gesprek hadden gehad. Ja. Toen zei je ook van, ik ben een rustiger. Ik voel me nu rustiger. Ja, dat is ook zo, tuurlijk. Je raakt even die spanning kwijt die in je zit. Die er in feite altijd is. Er zit altijd iets in je hoofd wat er niet in thuis hoort. En... ja... Ik heb het nu echt wel een plaatsje kunnen geven. Dat moet op een gegeven moment, want je moet ook verder. Ja. Tuurlijk. Ja, maar jij zei in het interview dat wij hadden... Ja. Ik ben hier om het een plek te geven. Om mijn oma te herdenken. Ja, klopt. De familie. Ja. Ja. Om te weten waar die, zeg maar, als laatste plek geweest waren. En dat wilde ik... Ik wil niet zeggen altijd, maar de laatste jaren wilde ik dat gewoon weten. Ja. En toen ik dat gezien heb, toen... Ja, daar heb ik het echt wel een gevoel van, ja, niet zozeer van nu weet ik het, dat is veel te makkelijk opgevat, maar wel zoiets van nu weet ik waar ze geweest zijn. Dat geeft voor mij in rust. Als bleef ik altijd met de vraag zitten van waar zijn ze voor het laatst geweest, weet je? Dus in die zin heeft het jou wel antwoorden gegeven? Tuurlijk, absoluut, ja. Ja. Maar ik vind het echt ongelooflijk hoe jij bijna alles geabsorbeerd hebt. Echt alle details, alle... Ik zag zelfs namen van kampcommandanten. Hier, chef van het crematorium. Ja, maar dat komt ook uit boekjes. Ik heb alle foto's heb ik op tafel gelegd. En toen heb ik alle... Ik heb gewoon alles daar neergelegd aan de eettafel. Ja. Dat ik dacht van, dat kan ik gebruiken. En ook wel iets op internet opgezocht. Maar de meeste dingen uit boeken en dingen die ik dan zelf wist. En ook gewoon mijn eigen verhalen verteld. Want je kan alles wel uit boekjes gaan schrijven. Maar bijvoorbeeld, kijk, deze foto's bijvoorbeeld. Ja, dat is onmenselijk dat hier mensen in hebben gezeten. He, hier, normaal staan daar koeien of andere vee in. Dat kun je niet voorstellen. En ja, die gevoelens die ik nu heb, heb ik ook in dat boek kwijtgekund. En daar, dat is ook een hele goede manier voor mij geweest... door mijn verhaal ook niet alleen aan anderen te vertellen, maar ook in het boek. Mm-hmm. Daardoor heb ik het... Want dat was zeg maar het eerste waarmee ik het verwerkt heb. Je kunt het niet van een film halen. Je kunt het niet van een... uit een boek halen. Je moet er geweest zijn. Je moet, zoals wij samen in die gaskamer hebben gestaan... waar jij niet in durfde. Nou, ik voel nog steeds die... Ja, nee, precies. Maar ik vraag me wel gelijktijdig ook af, levert dat je nou wat op? Ben ik er nou zoveel gelukkiger mens van geworden dat ik dat heb meegemaakt? Nee, helemaal niet. Maar, waarom doe je dat dan? Dat heb ik me 18 jaar lang al afgevraagd. Maar dat heb ik me ook afgevraagd. Maar ik heb toch een stap gezet naar mijn verleden. Ik heb toch een stap gezet naar datgene wat mijn familie heeft meegemaakt. Naar datgene wat mijn vader heeft meegemaakt. Die heeft moeten vluchten naar Zwitserland. En zijn moeder heeft het moeten achterlaten. En niet wist wat er met de rest van de familie allemaal gebeurd is. Het was een min of meer onbeschreven pagina, behalve dan alle beelden op tv. Ja. Ga jij nog een keer terug, Filip? Dat ik in Sobibor stond, heb ik gezegd, nou, ik ga hier nooit meer terug. Nooit meer. Sobibor. Nooit meer. Sobibor. Nooit meer. En toen tegelijkertijd werden de namen gelezen en ik keek om me heen en ik zag allemaal oude mensen. En ik had zoiets van, ik kom hier nog een keer terug.
Want wie komt hier als al deze grijsaards er niet meer zijn? Wie gaat dan de namen lezen? Samen met haar drie kinderen overleeft oma Schoontje de oorlog. Hoe precies? Dat weet niemand. Mijn vader is in februari 1940 geboren en de baby op deze foto. Ook voor hem is het een cruciale vraag waar hij nooit antwoord op zal vinden. Waarschijnlijk heeft het feit dat opa niet Joods was het gezin geholpen. In 1943 tekent oma zelfs een verklaring dat ze gemengd gehuwd is. Maar of dit haar gezin gered heeft, is niet duidelijk. Wel staat vast dat 2 weken na deze ondertekening een groot deel van haar familie vanaf Westerbork naar Sobibor wordt gedeporteerd. Hier worden ze allemaal tegelijk, van jong tot oud, in de gaskamer vermoord. Net als vroeger zoek ik steun bij mijn nichtje Mirjam. Nog steeds speelt ze op dit soort momenten een cruciale rol in mijn leven. Samen speuren we naar documenten en foto's van familieleden die we niet gekend hebben. En vullen we de weinige gegevens aan die bij ons bekend zijn. Samuel, Jozef, Schoontje. Oma, ja, Schoontje en Isaac. Ja, en de Meijer en Betsy, ze staan daar dan niet bij. Dat is dus gek. Ontbreken er dus met hem mee? 3. Nou, voor hem 2, ja. Ja. 5 november, compleet, ja, natuurlijk. Of compleet. 5 november 42 in Auschwitz. Ja. Ja. Vaalrivierstraat in Bovenhuis in Amsterdam. Met haar 2 jongste kinderen. 5 november 1942. Ook niet in eentje. En toen was een van haar zoons was toen al vergast. Die was op 30 september. Met een beetje mazzel heeft ze dat niet geweten. Nee, dat mag je hopen, ja. Ja. En dit vind ik het meest bijzondere, of het meest bizarre verhaal. Dat die gewoon... Zo'n hele familie, nou ja, met opa. Met opa, dat je dus zo'n tocht meemaakt met je oude vader, want die was al op leeftijd. En je kinderen, en je 5 kinderen. Dit is echt, nou dat... En zij zijn dus op 25 mei uit Westerbork op transport gezet. En in Sobibor dus ook meteen gewoon de gaskamer. Ja, maar dat was verder niks. Nee, dat is ook zo. Dat is waar. Op zo'n trein gaan. Ja. Op die hele lange reis. Je weet eigenlijk al dat je doodgaat, denk ik. Ja, dat vraag ik me af. Nou, als je het niet bewust weet, dan is er wel de angst, denk ik. Ja. En vervolgens kom je aan. En dan weet je dat het echt is. Ja, ik ben altijd zo benieuwd of ze dat nou... Hebben ze dat met elkaar ook... Weet je, hebben ze dat van elkaar geweten? Want het waren natuurlijk allemaal wagons. En of ze met elkaar in die oude trein ook hebben gezeten. Ja. Ja. Er was dus niemand die zei van... Joh, zoek jij een vader? Gaan jullie even lekker zitten. Gezellig bij elkaar? Nee. Die gaan leuk op reis. Nee. Nee, zo was het niet. Nee. Ruim een jaar later loop ik weer door Polen. De afgelopen maanden heeft Auschwitz mij vrijwel dagelijks bezig gehouden en hebben de vragen zich in mijn hoofd opgestapeld. Eén daarvan is hoe deze beladen plaats zich heeft kunnen ontwikkelen tot een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van het land. Vorig jaar kwam het hard bij me binnen dat Auschwitz nu een soort museum is, midden in een stadje als Wietjim. Dat hier mensen wonen, leven, gelukkig zijn. Ik heb een afspraak met Eva, een van de medewerkers van dit bedrijf. Van haar hoop ik antwoord te krijgen op mijn vraag hoe deze plek zich heeft ontwikkeld tot attractie. I'm Deborah. Yes. Thank you for guiding me around. Okay. Bitte gehen wir zu diesem sehr bekannten, sehr berühmten Eingangstor. Man geht über Auschwitz 1. Wo steht diese Information, unglaubliche Arbeit macht frei. Dann in anderen Konzentrationslagern befanden sich auch andere Sprichwörter wie jedem das Sein, jedem das Seine, nicht nur Arbeit macht frei. Okay. Diese Gebäude von der rechten Seite, das ist die ehemalige Lagerküche. Okay. Und vor dem Lagerküche im Lagerzeiten befanden sich... Maar hoort Eva eigenlijk wel wat ik haar vraag? Beleefd luister ik naar haar.
terwijl ze over restauratie en conservatie vertelt. Sind natürlich immer ständig nach dem Erhaltungskonservierungsarbeiten brauchen unsere Hilfe natürlich immer ständig, weil da sind manche von diesen Gebäuden sind vor dem Zweiten Weltkrieg erbaut, weil vor dem Zweiten Weltkrieg hier befanden sich Kasernen für polnische Soldaten, okay. Und dann von den Häftlingen vergrößert war dieser Bereich natürlich. Das ist immer, das brauchen immer unsere Hilfe. Wir sind jetzt in ehemaliger Appellplatz und das ist jetzt so, was ich habe gesagt. Ich lasse Deborah hier, weil das ist immer zu viel, diese, okay? Hoe kan het zijn dat ik me ontkend voel op deze plek? Ik spreek af met Christina Oleksy. Zij is de directrice van dit museum. Auschwitz is symbool des Holocaust en alle wissen das. Aber Auschwitz is ook een zeer groot symbool voor Polen. Es gibt keine andere Stelle, wo so viele Polen verschickt worden sind und umgekommen sind. Polnische Bürger, polnische Juden, aber auch Nicht-Juden, ethnische Polen. 150.000 Polen sind verschickt nach Auschwitz. Also das hat für uns auch sehr, sehr tiefe symbolische Bedeutung, nicht nur für die Juden. Und manchmal in diesen Konflikten oder hinter diesen Konflikten zwischen der polnischen und jüdischen Erinnerung liegt eine Art der Wette der Opfer, furchtbar. Als ob ein Leiden mit Kilogramm oder Zentimeter zu messen wäre. Zo heb ik het nooit gezien, maar het museum is dus ook een herinneringsplek voor de gevallen Polen. Is dat ook de reden dat mensen in deze stad er kennelijk mee kunnen leven? Die Leute van Oświęcim wissen, dass eigentlich im Hintergrund steht der Gedanke, auch die Polen, die haben keine Gefühle. Sie haben in der Nähe von so einem vom Zentrum der Böse eine Stadt gemacht. Und das macht natürlich die Menschen schmerzlich und fühlen sich verletzt. Weil selten wissen die Leute vom Ausland, dass es hier eine Stadt 800 Jahre alt war und in die Stadt sind die Deutschen gekommen und das Lager gebaut. Nicht umgekehrt. Erinnern Sie sich die Diskussion mit Supermarkt? Ja. Oder wissen Sie diese Streitigkeiten, diese Spannungen? Die Leute sagen, dadurch, dass wir so eine Vergangenheit, die Stadt, so eine traurige Vergangenheit haben, wir können uns nicht normal entwickeln. Wir müssen damit leben. Het vroegere vernietigingskamp was een internationale aangelegenheid waar Joden van vrijwel alle Europese nationaliteiten werden omgebracht. In een van de barakken is het Nederlandse paviljoen gevestigd, met een indrukwekkende tentoonstelling over de vervolging van de Joden uit Nederland. Vorig jaar heb ik mezelf geen tijd gegund om er weer stil te staan. En terwijl ik naar buiten kijk, zie ik dat, waar we vorig jaar de herdenking hielden, nu druk wordt verbouwd. Jonge zusje van Meijer Engelander, familieleden van de familie Benjamin. Jeanette Viskoper. Met drie kinderen. Talloze keren per dag draait in een zaaltje een film over de Holocaust. De gedateerde documentaire geeft de communistische visie op de verschrikkingen van Auschwitz weer.
Dat meer dan 90% van de slachtoffers Joods was, komt nagenoeg niet aan de orde. For 5 years, Europe suffered the Nazi terror. Death camps were one of its main instruments. The largest camp, called Concentrationslager Auschwitz, was established in Oświęcim. It was organized in 1940 and originally designed for Polish political prisoners, particularly for members of the underground and intellectuals. Ich würde sagen, trotz aller Fehler des kommunistischen Systems der Vergangenheit, wir bedanken den Leuten, die hier gearbeitet haben, dass das alles steht. In keiner anderen Gedenkstätte dieser Art stehen so viele originale Objekte. Voor mij is het niet genoeg. Er moet meer zijn dat herinnert aan de dood van zoveel. De volgende dag spreek ik af met een lokale taxichauffeur. Telefonisch heeft hij me beloofd restanten te laten zien van de Shoah, die niet in het museum terecht zijn gekomen. I'm Vlad Malarek. Vlad. Yes, Vlad is van Malarek, ja. I'm allowed to say Vlad. Yes, no, Mr. Malarek. Yes, Mr. Malarek en Vlad is oké, ja. Malarek brengt me naar Monowitz, ook wel Auschwitz 3 genoemd. What are you going to show me in Monowitz? In this wooden barracks, the original, which stays still today. Big shelter, ruinous fragments. When we see these fragments, you see this brick building, yeah, empty, yeah. This complex Kommandantura SS. Okay. Yeah, that's right. But this is not part of the museum anymore. Nothing. 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 Het is op nog geen 10 kilometer van het museum. Hier werd door honderdduizenden dwangarbeiders een fabriek uit de grond gestampt, die ook nu nog in gebruik is. We see last fragments. This few fragments and barracks that stay still today in Monowitz. This stay now, this empty, this building, this original, because this big complex, this Kommandantura SS. And this close from these buildings, this complex stay, this garage for car. Yeah. And after they start, these two barracks were leaving these two prisoners and stay these two apple plots and kitchen and these two lotto place where I show you the small fragments where stay today still. There's no interesting and open here, this museum here. And this is very special place because it's very big work camp and work and live here much more than 10,000 prisoners from Auschwitz, from Birkenau, and this very big hospital here too. We see this stay barracks big, this change barracks. The green one. Yeah, this green. People change to houses where live still today. You see this live today still. Another, this original barracks, this medical. We see inside this original science Germany. I show you. You see these people live, I don't know now. There's still people living here. Yeah. Because I know this man which lives here. Okay. Yeah. Because this barracks, last barracks, original, which I know no more. This sometimes stay at this not into reconstruction. We see because it's very dangerous. We come with me. I show you these two very dangerous, you know? Yeah. Eager Farber with transportation materials chemical. This one. You see? I see this one in Auschwitz Museum exposition. Because, yeah, and there's still one here. Just you look, this original, this which to transportation, because people have this in this village. Yeah. Another, I'll let this you to maybe see this fragment signs, this original here. Yeah. Another signs, you see? So west to Rhine. Do you have any idea how many people sleeps in this kind of barrack? Oh, you know, in Birkenau, this horse barracks is probably sleep 400 prisoners and often sleep 800 watch times more. Yeah, because maybe better because it's warm, because this primitive barracks, not good, not warm. Yeah. Actually, I'm really shocked that this is just here, yeah, waiting
to disappear. Ja, ja. En hij neemt me mee naar het oude spoor, waar meer dan 1,3 miljoen Joden vanuit heel Europa werden aangevoerd. We see these two fragments, Judenram, where transportation start 1942, 1944, about 500,000 people here. It's not original. This original, yeah, this original. I show you original metal trucks. So actually, this is the memorial place for the Judenrampe? Yeah, this old place, this Judenramp, you know? In this little build, this new fragments, this railway, where this Judenramp, because this Judenramp starts there and this finish there. Over there. Yeah. And but we see these are fragments. Original tracks. Yeah, this we see these fragments original, because this, you see, this time stop. Yeah. De volgende dag heeft Mlarek nog een verrassing voor me in petto. Commandant Rudolf Hess were living in these buildings and living this wife and five children and these two prisoners. So when he was looking at his bedroom window, yes, he can see what happened on the. Yeah, this happened in very close this house stay where they stay gas chambers and crematories, and this outside these buildings, these windows. Where we see this half windows is closed, where the children no see. You understand? When we go inside, we see this no same windows because half windows is too black. So it was built so that the children couldn't see what happened in the camp. Yes, yeah. Dzień dobry panu. No to ja jestem Mlarek. Ja tu byłem ostatnio z telewizją Reinerem Hessem, a wy jesteśmy z telewizją holenderską i tak po prostu chcieliśmy tylko obok domu coś zrobić, zdjęcia. Będzie u tego? Bo pan zna mojego syna Piotra. Tak. No to jestem jego tato. Problemu. Nie będzie problemu? Tak. Jeśli mogę im pokazać ten znak tylko tutaj na tym? Tak. I show you two stamps, these datums where this build, these buildings. Come. Thank you. Yeah. These buildings, this change to Schalte, bunker, and go outside. Yeah. Here, in the inside, you understand? Because this Rudolf Hess is coming down and go outside in camp. Yeah. No walking this out. Yeah. Niet alleen kampcommandant Hus heeft hier dus gewoond, maar sinds een aantal jaren heeft een nieuwe Poolse familie hier zijn intrek genomen. Het huis waar ik met buikpijn doorheen loop, is door hen in de oorspronkelijke staat gelaten. These two we now in down house where these two going often this directions in the Schalte. This direct to Camp Auschwitz I is this direction you see. He was using this entrance. Steps and entrance to camp. Go down and then directly came up. Yeah, in, because we do few meters, you see walls. Yeah. These 5 meters we to camp. This reconstruction prisoners, because there's a lot of specialists. And we now, you look how many this place. This original. You see, come with me. Yeah, it's a school. You look, the steps here, and go and come. You see? Yeah, you look. Yeah, yeah. I see. This everything is original. Yeah. Amazing. How come this is not a part of the museum? No. Do you know that? No, there's not all these buildings where living in Auschwitz close to camp, which no destroyed buildings, which good buildings, were living Dr. Mengele, were living Kramer, were living Palić, were living Edward Wiers, big officer and doctors, and these buildings stay still today, were living families, yeah. De volgende ochtend reis ik vroeg af naar Sobibor. Dit vernietigingskamp ligt op zo'n 500 kilometer verderop. Tegen het einde van de dag hoop ik er te arriveren.
Voor de tweede keer in mijn leven loop ik op het perronnetje van het piepkleine gehucht Sobibor. Voor meer dan 34.000 Nederlandse Joden is dit het eindstation. In de extreem korte periode dat Sobibor actief is, arriveren hier vanuit Westerbork 19 treinen. Van de 34.000 gedeporteerden overleven er slechts 17. Tegelijk met bijna 3.000 anderen komt ook mijn oma's familie hier aan. Direct na aankomst worden ze vermoord. Ook in Sobibor wordt het huis van de kampcommandant gewoon weer bewoond. S'avonds heb ik een afspraak met de beheerder. Mr. Bem. Nice to meet you, Deborah. Marek Bem. Please sit down. Thank you. 10 years ago, we started in Sobibor the archaeological excavation. You know that history return is a not closed period for our human civilization, for the people from Europe, for our country. The Nazi, when they removed the camp in the October, November, December 43, they wanted to close this area for the opinion in Europe, absolutely, and they made it very correct. Very perfectly. Nobody known what is the area. They planted the new forest, yeah, and you can see the part of this forest now. And they planted it in 44 already. I think in the 43 is no difference that they wanted to close the area for the knowledge for the new generation. Yeah, they have the time. They made it, and now 10 years ago, mostly the 5 years ago, we started to open this area. Mm-hmm. But look for what we are talking about is the 5 years ago. Yeah. That's my point of view. That's is the never-ending story. We must do it if we have the chance. We must do it. What we can do. Gelukkig biedt Mareks verhaal hoop voor de toekomst en kan ik Polen met een beter gevoel verlaten dan waarmee ik kwam. Een groot aantal van mijn vragen zijn door deze reis beantwoord. Maar voordat ik naar huis kan gaan, heb ik nog één taak te volbrengen. De vader van mijn oma, Alexander Waterman. De zus van mijn oma, Mietje Viskoper, haar man Abraham. En 10 kinderen. Heiman, Reina, Alexander, Maurits, David, Yeshaya, Jozef, Rachel, Katharina en Jeanette. De zus van mijn oma, Deborah Voet. De broer van mijn oma, Barend Waterman. De zus van mijn oma, Rachel Copé, haar man, Yeshaya en hun kinderen, Heiman, Alexander, Salomon en Betje. De broer van mijn oma, Isaac Waterman, zijn vrouw Elisabeth en hun 5 kinderen, Esther, Deborah, Alexander, Levi, Mia Bloemen. De broer van mijn oma, Meijer Waterman. Iedere zondagavond kunt u ook luisteren naar de Joodse Omroep. Op Radio 5,